Het Wiens congres werd na de val van Napoleon in 1814 tot en met 1815 gehouden door de overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Doel was de Europese vrede te regelen, een einde maken aan het Napoleontische Europa, het regelen van nieuwe betrekkingen met Frankrijk en de gemeenschappelijke strijd tegen de revolutionaire ideeën van de verlichting. De uitgangspunten van het Wiens congres waren 1. Compensatiebeginsel. Geen enkele mogendheid zou land mogen verliezen door de congresbesluiten. Indien toch, moesten die worden gecompenseerd. 2. Dynastisch legitimiteitsbeginsel. De voormalige door Napoleon, niet legitiem, verdreven vorsten werden gerehabiliteerd als legitieme heersers. 3. Restauratie van de politieke verhoudingen van voor de revoluties na 1792, dus streven naar continuïteit. 4. Omringingspolitiek rond Frankrijks grenzen. Frankrijk werd daartoe omringd door redelijk sterke autonome bufferstaten. Daartoe werd uiteindelijk ook het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gesticht door samenvoeging van de noordelijke 7 provinciën met delen van de vroegere Habsburgse zuidelijke Nederlanden. 4. Machtsevenwicht. De status quo moest verdedigd worden, desnoods met sterke hand, in de hoop dat nieuwe revoluties de vrede niet zouden verstoren en de nieuw ontstane tronen niet deden wankelen. 5. Solidariteit van de vorsten naar buiten toe. Het gezamenlijk bestrijden van de revolutionaire ideeën van de verlichting. En monarchistische autoriteit naar binnen toe, het regeren met Gods genade. Interessant. Maar net als de Europese Unie was het congres van Wenen vooral beroemd, berucht om zijn geld- en tijdverspillende feesten, bals, jagen en flirten. Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts. Precies, de Oostenrijkers zorgden ervoor dat hun gasten niet tekort kwamen. Der Kongress gleicht einem Jahrmarkt in einer kleinen Stadt. Wo jeder sein Vieh hintreibt, es zu verkaufen und zu vertauschen. Heeft het congres van Wenen eigenlijk nog iets opgeleverd? Of is het congres in feesten, flirten en meningsverschillen blijven hangen? Het congres heeft zeker iets opgeleverd, een nieuwe kaart van Europa. Maar dit ging niet vanzelf, alles werd pas vloeibaar onder druk. Das Verhältnis der Großmächte verschlechterte sich. Anfang 1815 schlossen Großbritannien, Österreich und Frankreich ein Bündnis, Kriegsdrohungen werden laut. Erst die Rückkehr Napoleons von Elba 1. März 1815 erzwang Kompromisse. Het belangrijkste resultaat van het congres van Wenen was de staatkundige aanpassing van de kaart van Europa. Oude staten werden versterkt en zo werden er bufferstaten rond Frankrijk gecreëerd die het land in bedwang moesten houden. Hiermee brak de periode van de restauratie 1815 tot 1830 aan, een tijdvak waarin de oude vorstenhuizen van voor de Franse revolutie weer in het zadel kwamen te zitten. Een belangrijke nieuwe staatkundige eenheid die ontstond door het congres van Wenen was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze eenheid hield stand tot 1830, toen de zuidelijke Nederlanden zich tijdens de Belgische opstand afscheidden van de noordelijke provincies en België ontstond. Verder ontstond de Duitse Bond 1815 tot 1866, 40 losse Duitse staten die gingen samenwerken en gezamenlijk, indien nodig, een vuist zouden kunnen maken tegen buitenlandse invasies. Het Duitse Pruisen kreeg er diverse gebieden bij. Hiertoe behoorden het noorden van Sachsen, Westfalen en het grootste gedeelte van de linkeroever van de Rijn. Pruisen moest namelijk dienen als versterkte gebiedseenheid tegen zowel Rusland als Frankrijk. Er waren nog meer belangrijke gebiedsveranderingen. Natuurlijk werd het territorium van Frankrijk verkleind, zij leverden onder meer Frans-Zwitserland in en hun Noord-Italiaanse veroveringen.
Verder kreeg Oostenrijk het hertogdom Milaan terug, alsmede Venetië en Lombardije. Hauptergebnisse des Wiener Kongresses, meiner Meinung nach. Erster Punkt Archie. Herstellung des Gleichgewichts der fünf Großmächte. Zweiter Heilige Allianz. Verpflichtung zur christlich-patriarchalischen Regierung. Solidarität. Intervention gegen alle nationalen und liberalen Bestrebungen. Die Gründung der Heiligen Allianz, die am 26. September 1815 geschlossen wurde, war zwar nicht Bestandteil der offiziellen Verhandlungsergebnisse des Kongresses, steht aber inhaltlich in einem engen Zusammenhang. Dritter Deutsche Bundesakte. Grundgesetz des Deutschen Bundes. Und vierten Schweizer Neutralität, internationale Anerkennung.